is nog een kleintje. Hallo. Ik denk dat ze gewoon hier wonen hoor. Ja? Ja, want anders zit... Ja, anders zitten ze toch hier niet zo op die binnenplaats en zo, denk ik. Nee. Wij gaan richting Maska. We moeten een hele spannende weg rijden. Maar goed, dat gaat wel goed komen. Kijk, dit is dat hele leuke dorpje. Nou ja, dorpje. Ja. Wat is het? Het is wel een dorpje. Ja, een dorpje. Met de kerk. Ja. En dan deze straat. Moeten we omhoog. Wij staan in de file. Ja. Alweer. 10 minuten vertraging. Er gebeuren hier echt super veel ongelukken. Dat is echt niet normaal. Echt niet normaal. Elke dag is er wel een ongeluk. Maar ja, er is maar één weg hier op dat eiland. Dus, of twee. De TF2 en de TF1. Dus dan is het ook wel logisch. Maar in verhouding komen er hier heel veel ongelukken voor. Is my love. Let's talk about love. Tell me what do you like. Tell me where do you want to see me naked. Let's talk about love. Tell me what do you like. Tell me what do you like. La 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 la. Even neergezet. Je hebt je belangrijkste spullen bij je, hè? Ja. Ja, oké. Ze staan hier bekend dat ze die auto's hier openmaken. Uitkijken waar je loopt. Dat mag. Holy shit. Mijn hoogtevrees vindt dit wel een dingetje hoor. Best pittig. Oh ja? Ja. Oké, okay, we hebben het uitzichtpunt gehad. Kijk hoe vast er in de auto ligt. Het is wel... ik vind het wel heel, heel vet dit. Dat Maska is dus trouwens een piratendorp. Dus, hoe heet dat? Dan zaten ze hier, zo zaten ze flink verscholen. Zodat ze daar niet bij konden. Er zijn wel mensen achter je zitten. Ja. Nee, het is wel heel, hoe heet dat? Het is wel heel lastig om hier naar Maska te komen, dat wel, hè? Ja. Let's talk about, I'm gonna be better than you thought. I promise I won't jealous, you don't deserve it all. I'm gonna be better. Let's talk about. Dit uitzicht gewoon. Oh. Let's talk about love. La 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 la.
la 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 la. We zijn er, hoor. Zijn er. Luxury seizoen, september, oktober. Maximaal. Moet in de weg gaan staan voor die mensen. Daar beneden is Nazca. Oh, het is nog best wel een groot dorpje ook. Al die toeristenkarren zijn uitgeladen hier. Het is wel een pittig klimmetje omhoog zo, denk ik. Of, oh, dat wordt heel op tranquilo tempo, hoor. We gaan straks even honing kopen. Uit Nazca. Kost het? 7,50. Nou ja. Oh, ze hebben hier wel die gedroogde vijfjes. Je hebt wel echt die piraten-vibes hier, hoor. Maar hier is die Jay gevonden, toch? Die hebben ze hier gevonden. Daar zo ergens, geloof ik. Maar hoe de fuck is die daar gekomen dan? Blijft een apart verhaal. We zijn even gaan zitten hier. We gaan even een drankje drinken. Een barraquito. Dat is koffie met gecondenseerde melk en liqueur 43 of zo. Dat was het, ja. Ik neem wel één slokje, maar we moeten nu rijden. Nou, we hebben de barraquito. Ik had hem groter verwacht, om heel eerlijk te zijn. Ja. Een appeltaart. En een cappuccino. Het is wel echt een leuke plekje hier, hè? Misschien moet je hem zo met... Moet ik hem vanaf die kant maken? Ja. Cappuccino is lekker. Taste test. En? Maar wel heel heet. Mag ik wel leren dan? Ik heb een looie pijp, dus... Die is wel sterk. Ja? Die is heftig. Qua alcohol? Ja, qua alcohol, ja. Wel lekker. De smaak is goed. En de taart? Ja, we kregen twee vorkjes. Dat is lief. Oh, lekker hè? Ja. Heel anders. Ik heb een tik met muntjes. Bij Disney doe ik dat ook altijd. Moet even hier. Hoe gaat dat? Oh, zo. €2 in. 1, 2. En dan hebben we een Nazca-munt. Die is wel nice. Oh ja, leuk. Ja, het is een souvenir dingetje. Voor die €2. Ik had natuurlijk in Frankrijk ook al dat briefpapier van de Dead Man's Corner. Ja? Honey. Yes. Ik ben heel benieuwd hoe dat smaakt ook, maar dat gaan we thuis pas uitvinden. Even betalen. Dit is ook een heel leuk plekje. Corsezo, lekker drankje doen en zo. Wat zat? Oh, nou moeten we omhoog, hè? Kut. Like the bad girl, and this is the bad.
Even heel snel de weg overgestoken hier. Ja. Want we zagen een leuk fotoplekje. Godverdomme, weer die kutheuvels op. Kijk nou, hoe cute. Kan je daar wel in dan? Nou, je anders ervoor. Kijk. Daarachter, dat is Los Gigantes. Dat zijn de kliffen. Dan dacht ik, nou, dat is wel leuk, dit. Het stikt hier ook echt van de bananenplantages. Daar zo en daarachter is het helemaal vol. Maar ja, die bananen hier die zijn ook echt super lekker. Echt heel anders, ze zijn ook een stuk dikker of zo dan bij ons. We hebben gelijk een achtergrondmuziekje. Sfeershot. Echt bizar hoe groot die kliffen zijn. Je kan daar dus ook helemaal lopen, hè? Maar dat gaan wij niet doen, hoor. Nee. Hè? Pleuren we gelijk naar beneden. Heel kut met parkeren en zo, hoor. Want we willen gaan zwemmen in zo'n natuurlijk zwembad. Maar dat is weer een paar kilometer hier vandaan. Maar goed, we zitten wel nu aan de voet van de Los Gigantes. Maar dan gaan we maar de andere kant uit. Toch? Stappen we maar weer in. Maar waar moeten we dan kijken? Betalen bedoel ik. Nou, bij die poortjes volgens mij. Gewoon bij de... Daar is ook een toiletgebouw, dus ik denk dat je daar ook moet parkeren, betalen. Nou, dan kijken we zo wel even, ja. Het is echt ongelofelijk. Die zou zijn kaartje betalen. Maar het is echt gek huis hier, hoor. Niet te doen. Nou, we hebben de toet. Hebben we geparkeerd. Ik ben benieuwd of we dichterbij hadden kunnen parkeren. Ik vermoed van wel, maar goed. We nemen maar het zekere voor het onzekere, voordat we dadelijk weer 600 jaar rondjes moeten rijden. Dus we gaan nu naar de natuurlijke zwembaden toe. De natural pools moeten naar links. Ja. To the left, to the left. We zijn er. Is het druk? Ja. Piscina natural. Oeh, wat vet. Dan gaan wij even zwemmen. We zijn er, hoor. Ik denk dat het water heel koud is. En het is best wel wild met die golven ook. Ja, ik vraag me eerlijk gezegd af hoe we hieruit gaan komen als we er eenmaal in zijn. Want het is hartstikke glad. Kun je niet daar dan? Ja, en dan? Want dit is heel hoog. Nou, dat zien we zo. Oké, dus... Oh, wat koud. Ja? Er zitten hier ook allemaal vissen. Dat is wel kut. Het wordt wel klimmen zo meteen, nee. Het is echt zo fucking glad hier. Je glijdt echt alle kanten op. Ja, ga maar zitten naar beneden. Het gaat wel. Ja, maar ga maar zitten naar beneden, want als je één keer valt, dan heb je je lucht. Ja, dat is waar. Maar ik moet even door. Dat is ook ja, maar dan moet ik in één keer door, hè? Ja. Oh, er zitten hier allemaal vissen. Oh, er zit hier echt heel veel vis. Durf je dat wel? Ja, want ik kan met mijn vet rollen in beeld. Nou, die heb ik toch ook. Oké. Okay.
Oh. Ja. Ik ben door. Ja. Oh. Doei. Doei. Oh my god. Oh yo. Een goed idee? Nee. Wat zit er op jouw knie? Goed idee, hè? Nee. Ik zag mezelf al helemaal zo over die rand spoelen. Ja, dat zag ik dus ook. Vooral toen je op die keien ging staan. Ik dacht, daar gaat ze hoor, gat in de kop. Ja, nou, ik dacht eerder dat ik zo de andere kant de zee in zou vloepen. Nou ja, hè? Dat heb je geleerd. Op het shot dat het weer zo hoog komt. Ja, nu valt het wel weer mee. Dat is niet zo hoog. Asfalt is zo heet dat je het gewoon ruikt. Ja. Ruikt gewoon zo'n teerlucht. Oh. Nou, we zijn boven. Vraag niet hoe. Ik heb pijn, jongen. Oh. En we hebben ook geen koel iets om mee te koelen. Dus ik ben bang dat hij een beetje dik gaat worden. We rijden nu midden in de bananenplantages. Overal waar je kijkt zijn bananas en palm trees. Ja, toch? Palm tree. Over 400 meter neem op de rotonde de tweede afslag naar Avenida Los Pescadores, de DF7. Ja, mooi uitzicht hier hoor. Hoor. Van daar liggen. Is dat Los Cristianos? Ja, volgens mij wel. Nou, we kunnen toch kijken. Las Cancelas. Ja, maar dat is niet de kust. De kust staat hier niet op die plaats. Oh nee. Verderop staat een voertuig met pech. Ja. Ook dat heb je hier heel veel, hè? Ja, er wordt gewoon zoveel power gevraagd van die auto's. We zijn bijna bij de Saaienpool. Ja. Als ik goed rij hoor. Het is gekhuis hier. Ja, je rijdt goed. Ja. Saaienpool. Zara. I'm coming for you. Oh, de Zara. Leuk. Ja. De Zaar. Even shoppen bij de Zaar. Ja. Even kijken of ze die teddyjas hebben. Oh ja, en bij Stravidarius, misschien is hij hier wel leuk. Stravidarius is toch Stradivarius? Ja, maar jij zegt Stravidarius, dus nu neem ik dat over. Stravidarius. Nou zit je ervoor. Sorry. Wij zijn bij Saaienmal. Volgens mij is het rete groot hier. Ja.
Eens even kijken. Tering, het is echt groot hier. Gaan naar boven of naar beneden? Eerst beneden. Boven is volgens mij eetgedeelte. Nou, let's shop. Ja. Geld uitgeven. Niet veel. Hier mijn bikini. Nee. Het is hier wel lekker. We hebben de Zaar al gevonden hoor. De Zara Home in de Zaar. Leuk, het is jammer dat we het allemaal niet mee kunnen nemen. Laten verschepen misschien. Oh, Funko Pops. Leuk. We hebben allemaal Funko Pops verkocht. Nou, oh, H&M hebben ze hier ook. Nice, eerst naar de Zaar? Ja. Ja, oké. Okay. Dit is mijn afdeling. Oh, die is ook leuk. Ja. Hè? Ik ben geslaagd, maar niet helemaal. Ik heb wel dit. Maar ik ben op zoek naar een teddyjas, maar die hadden ze niet. Waar wil je heen? Wil je eerst een ijsje eten of wil nee. je... Nee. Want als het, niet lekker, als het niet lekker valt, dan ben ik terug. Naar de H&M? Ja. Oké, okay, we gaan naar H&M. H&M. Nee, voor, ik vond de Zaar een beetje tegenvallen hoor. Ik had er meer van verwacht. Maar ja, wat jij al zei kan misschien wel kloppen. Dat het natuurlijk... Het is een ander klimaat is ja. hier. Ja. Dat je hier niet echt wintercollectie hebt natuurlijk. We gaan even passen. We zijn nu in de H&M. Nou. Hè? Bodywarmer en een dingetje en een dasje. Ja. En ik heb een baggy broek en een witte overhemd. En dit allemaal niet, hè? Nee, dat niet, nee. Okay. Het is wel echt een heel mooi winkelcentrum. Het is echt heel ruim en chic opgezet. Ja. Hier waren we net ook. Maar dan de mannenafdeling. Ja, we gaan even naar lefties. Oh, hier zie ik Stradivarius. Volgens mij. Ja. Oh nee, niet. Ik weet het niet. Nee. We gaan naar lefties. Nou, we zitten hier even bij Fips. We gaan even een hamburgertje met burrata zat erop, hè? Mm-hmm. Ja. Yep. Dat hebben we gehaald en dan kunnen we dadelijk richting het huisje en dan eten we daar verder normaal. Dat is bijzonder, we kunnen hier gewoon onbeperkt cola tappen. Dan is het die 3,30 al waard. Ja, dat is goedkoop dan 3,30. Als dit één hamburger is, dan is dat een hele grote hamburger. Ja. We gaan het zo meteen zien in de auto. Dit is het, a Fips Smart. Ja, begreep je het nu wel? Hè? Begreep je het nu wel? Waar moeten we eigenlijk naar buiten? Ik begreep het niet. Ik dacht, ik zet mijn glas daar neer. Waar moeten we eigenlijk naar buiten? Nou, bij de, weer naar beneden. Naar de roltrap. Dat is zwaar ook, jongen. Kom maar. Wil jij die H&M nemen dan? Ja. Zwaar, hè? Ja, best wel. Ik heb allemaal winterkleding gekocht, dat was echt hele leuke dingen. En twee baggy broeken. Ik zie eigenlijk nog één leuke winkel. Wat dan? Oh, nou, dan gaan we daar nog even heen. Vooruit. Happy hoor. Oh, laat eens even kijken. Is het echt? Oh, is het heel menu of zo? Ik denk het. Mayonaise. Ja, dan zitten de patatas bij. Ketchup. Oh, nog meer mayonaise, nog meer ketchup. Oh, dat is wel waar voor je geld. Ja. Ik krijg al meer mayo en ketchup dan in Frankrijk. Ja. Nou, daar komt ie. Oeh. Ja, het is een heel minuutje. Oh, lekker. Leuk zeg. Ja, heel leuk. Oh, die patat is zo lekker hier. Hè. Ik vond bij de Mac ook wel heel lekker. Het is echt een hele lekkere burger. Met, wat was het ook weer? Burrata zat erop, hè? Burratini, nog iets met spek. En ja, echt heel lekker. Het is net al wel later.
Wij zijn weer thuis. En wij hebben kattensnoepjes gehaald. En zij zit al te wachten. Kijk eens. Lekker. Lekker zeg. Is lekker. Ik ben benieuwd wanneer de volgende komen. Ja. Ons huisje is weer lekker opgeruimd. Ik ben kapot. Dus wij gaan lekker nog even relaxen. En dan gaan we lekker slapen. Dus...